vind een van de leukste dingen aan papa en mama zijn de ochtend. Dan hebben wij die kleine op bed met Dinky. Met krentjes en krentenbol en een koffietje en een matcha latte. En zo. Dat is echt, vind ik superleuk. Deze leeftijd dus echt heel erg leuk, moet ik zeggen. En wij hebben natuurlijk wel het geluk, of ja, dat komt door jouw dochtertje D natuurlijk. Stiefdochter is van mij al 7 jaar. Dat we weten dat alle levensfases wel heel leuk zijn van die kids. Dus wanneer ze wat ouder en zelfstandig is dat wel weer fijn. Maar heb je ook minder nodig, dus je moet hier wel van genieten. En pubers zijn ook wel weer heel geestig. Ik vind de ultieme mama tip is als zij een keer krijst, en dat hebben ze allemaal wel eens, trek ze dan niet gelijk het bed uit en bij je in bed, want dan ben je klaar. Dat hebben wij met Viv en ik deed dat met D wel sneller. Zij liet die kleine gewoon even jengelen en toen dacht ik, ik lag met kromme teen in bed. En na een half uur is het klaar en dan is het ook gewoon klaar. En dan blijft haar kamer haar kamer. En dat vind ik wel echt een gouden tip, want dat is ook voor je eigen relatie gezond. Ja. Je krijgt zoveel input qua boeken en hoe een ideale zwangerschap moet zijn en hoe het perfecte kind is of wat dan ook. En ik zou zeggen, wanneer je je verwachtingen zoveel mogelijk loslaat en gewoon lekker doet hoe je kind het doet en hoe jij het prettig vindt, dan is het gewoon perfect. Want ik denk dat het veel belangrijker is om een relaxte mama te zijn dan een perfecte mama. Want daar heeft iedereen heel veel voordeel van. Papa ook. Ja, papa ook.